Dames en heren, de video over de 10 geboden van het openbaar vervoer gaat nu van start. Voor deze reis is een duimpje omhoog verplicht. Nee hoor, niet verplicht, maar wel heel erg welkom. Dus tot zo na de intro. This first day, first day. Oké, first things first. Om een of andere reden stinkt iedereen in het OV. Dus ik wil iedereen aanraden, ga je met de bus, gebruik een bus. En ga alsjeblieft goed voorbereid van huis. Sla eten en drinken in voor minimaal 3 dagen. Ik neem altijd 2 van dit soort grote flessen mee. Want je weet maar nooit in wat voor vertraging je nu weer terechtkomt. Ik pak vaak de bus tijdens de spits, dan is het er soms zo druk dat je gewoon een bus moet wachten voordat je erin kan. Maar dan zijn er altijd van die mensen die gewoon net op het laatste moment aankomen lopen en eerder de bus ingaan dan ik, waardoor ik gewoon weer de bus mis. Serieus, als ik dat nog 1 keer heb dat er iemand bij me voorpiept, ik pak je hoofd en ik test of je hoofd ook piept als ik hem tegen de overchipkaartpaal aanhaal. Oh ja, en dan over die overchipkaart gesproken, ik zie heel vaak mensen zo proberen in te checken, zo... Au, het doet het niet! Nee mevrouw, gek hè, dit is een overchipkaart en geen Star Wars laserzwaard. Als u hem gewoon zo voor de scanner houdt, dan zal hij het gewoon doen. Je hebt ook heel veel mensen die hun tas gewoon asociaal naast zich neerzetten op de stoel naast zich. Maar eigenlijk kan ik ze dat ook weer niet kwalijk nemen, want ik zag laatst een commercial van de NS en daar doen ze het zelf ook gewoon. Maar goed, volgens mij wilden ze deze reclame gewoon zo realistisch mogelijk maken, want de trein heeft ook gewoon vertraging. Een beetje tegenstrijdig vind ik dit hoor, NS. Maar zullen we gewoon met z'n allen afspreken dat we hiermee stoppen, tenzij je echt zin hebt om een apart kaartje voor je tas te kopen? Stiltecoupés, don't get me started. Vaders en moeders van Nederland, neem alsjeblieft je kinderen niet mee de stiltecoupé in. Ze hebben echt geen zin om 3 uur lang wie het langste mond kan houden te spelen. Of dat moment dat je neus wordt doordrongen met de lucht van een vers gebakken patat oorlog. Alsjeblieft, geen frituur in het OV. Als je een lange reis gaat maken, is het natuurlijk verstandig om iets mee te nemen om de tijd een beetje te doden. Want ja, je zit altijd maar een beetje zo. Maar laatst zat ik tegenover een vrouw in de trein die ineens haar tas opentrok en er een hele bos wortels uithaalde en die vervolgens ging... Pellen? Schillen? Wat is er aan? Echt, wat is er mis met Sudoku? En daarnaast vond ik het ook allesbehalve chill dat er iemand voor me zat met zo'n groot mes. Nou, gelukkig was ze 93, maar toch. En deze is speciaal voor alle vrouwen. Jullie doen jullie echt altijd jonger voor dan dat jullie eigenlijk zijn. Tot het moment komt dat jullie in de trein, tram, bus of metro stappen, want dan gaan jullie ineens kromlopen. Frons je die rimpels extra goed op je voorhoofd en zet je een trillerig stemmetje op. Jongeman, mag ik hier alsjeblieft zitten? Sorry hoor mevrouw, maar zo oud bent u nou ook weer niet. Ik sta alleen nog maar op voor mensen met een geldig Omroep Max lidmaatschap. In het OV kom je vaak de gekste types tegen. En dan is het best wel leuk om daar stiekem een foto van te maken. Oh, een selfie! Maar zorg er dan voor dat je flits en je geluid uitstaan, want... Er is echt niets ongemakkelijkers dan dat. Dit zijn de 10 geboden van het openbaar vervoer. Als jij je nou ook irriteert aan het OV, doe dan even een duimpje omhoog en deel deze video met je vrienden. En gebruik dan hashtag Veurtje, want iedere week verloot ik 10 van deze geweldige Veurtje buttons en gesigneerde Veurtje kaartjes. En die stuur ik dan op per post met een overdosis glitters. En laat ook even in een reactie achter wat je nou echt het allerirritantste vindt in het OV. Dat was hem voor deze week. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dan zie ik je heel graag volgende week first day. Doei! Dus laat staan dat ik op mijn eigen YouTube kanaal naar jullie naar kijken. Een scheet ga laten in mijn